Oh, dat is niet goed. Vincent moet nu mijn huis uit. Nee. Ja. Oh, zo'n gast. Yo jongens en meisjes, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video en ik moet eigenlijk gewoon heel erg gaan opschieten, want ik ben weer te laat. Ik moet naar Haarlem, want wij gaan weer lekker eventjes sporten. Oh mijn god, ik ben echt veel te laat. Het is nu 10 uur en ik moet nog een kwartier rijden en ik had om 10 uur afgesproken. Jongens, geen stress, ik ben er. Geen stress. Rustig aan, we kunnen beginnen hoor. Oké, lieve meisjes, ik ga jullie vandaag weer meenemen. Lieve dit meisjes. Ja, dat is toch jullie doelgroep? Nee, we kijken ook jongens. Dus dan zeg je... Dag lieve jongens en meisjes, we zijn vandaag weer en we gaan een vlog maken van Niek en Vincent. Ja, erger dan dit kan het eigenlijk niet worden. Vandaag gaan we repeteren, want volgende week gaan wij namelijk wat laten zien. Voor Niek. Ja. De musical. Niek de grote musical. Healthy Basis de musical, jongens. Kom allemaal toch, het was toch Happy Gym Life? Happy Gym Life. Wat zijn leuke, geen leuke grapjes? Ik vind het geen leuke grapjes. Ik sta hier te tillen. En er is dus vorige keer zijn er broekjes naar beneden getrokken. Ik zei hier met gewicht op mijn schouder. Kom. Dat is niet leuk. Neem hem echt niks. Dat grapje ken ik. Gisteravond sloeg hij me ook in mijn ballen weer keihard. Midden in een interview. Dus je dacht zo pak en ik dacht, zoals jullie weten was vorige keer mijn broek hier uitgetrokken hier midden op de straat. Maar Niek die stond net als kat en toen zei Hidde zo van trek hem maar beneden. Maar we gaan het niet meer doen, we doen het niet meer. We stoppen ermee. Geen broeken meer naar beneden trekken, jongens. Ga jij nou maar tillen? Wat er vandaag nog op de planning staat, ik ga hierna naar Den Haag. En in Den Haag ga ik kijken naar een ruimte. Daar wordt een studio gebouwd en ze vroegen of ik wilde helpen met apparatuur uitzoeken. En om te komen kijken, want waarschijnlijk ga ik daar ook heel veel muziek maken. Dus ik vind het wel even leuk om te gaan kijken en daarna ga ik naar Gio. En dan ga ik jullie iets bekend maken wat echt super lijp is en waar ik heel erg blij mee ben en wat fucking vet wordt. Maar goed, dat horen jullie allemaal vanmiddag. Na het sporten kan dit niet hè? Kan het niet ontbreken. Kan dit niet ontbreken, nee. Helemaal blij, hè? Voor een broodje. Super blij ben jij. Echt heel blij. Dat snap ik wel, hoor. Hey. Mensen houden hier echt een keer, als je in Haarlem bent, haal je echt op een broodje, jongens. Echt. Geen sponsor, maar Gamon in Haarlem moet je heen gaan, echt waar. Ik heb me even omgekleed en het is nu tijd om naar Den Haag te gaan. Ik ben zoals altijd weer een beetje aan de late kant, dus richting Den Haag, let's go. Hey, we zijn in Den Haag, we zijn aangekomen. Oh, Den Haag, mooie stad, achter de duinen. Ik denk dat ze het allemaal heel mooi vonden. Maar goed, jullie gaan hier dus een lijpe studio bouwen. Hey Alex. Hey, was aan het wapsen. Ben je lekker aan het werk, jongen? Ja, man. Chique, wat ben je aan het doen? Ik ben formats aan het uitwerken. Ik denk dat jij dat heel goed kan. Denk je dat? Ja, dat denk ik heel goed. Hoezo denk je dat? Ja, dat denk ik gewoon. Let's go. Nieuw cammy en zo. Yeah. We zijn hier op kantoor. En jullie gaan dit muurtje eruit slopen, toch? Jij mag niet eruit slopen. Ik wil even één harde trap geven. Meerdere harde trappen. Eén harde trap en eentje met je vuist. Maar wacht, ik heb geen aanloop. Ja, dat maakt niet uit. Is het leuk? Ja, heb je de kracht sowieso hiervoor? Dit kan je toch niet slaan? Ja. Stuart, sla eens even. Yes. Ga Stuart even laten slaan. Wow, ik ga... What the fuck? Zo, ik ga naar huis. What the fuck? Hey, hoe... Heb je deze ingeslagen? Ja. Oké, doe. Ik breek sowieso. Ja, boeien. Ja, ik durf dat wel niet warm, toch? Ja, niet ja, met je palm. Zo. Ja, ja, bij je onderkant. Oké. Bro, hoe doe jij dit? Wat ben ik aan het doen ook, hè? Deze ruimte, kijk, deze ruimte wordt dus straks omgebouwd tot een studio. Waar ik dan ook zelf ook muziek kan gaan maken. Yeah. En hier komt de tv te hangen. Hier komen allemaal van die platen om geluid af te weren. Dus het gaat heel lijp worden. En ze hadden gevraagd of ik langs wilde komen om, om even te gaan komen kijken. En een beetje dingetjes te bespreken. Een beetje te helpen, plannetjes te bespreken. Muren te slopen. Is dat leuk?
Dit is toch fantastisch? En ook nog een gratis bakje koffie. En nog een gratis bakje koffie ook. We zijn hier dus eventjes aan het bespreken wat er allemaal in de studio moet komen, zeg maar. En wat vind jij? Broer. Kijk eens. Laptop. Wat moeten we denken? Jongens, even serieus. Deze, hij werkt niet mee. Nee. Kijk, je mag er prima bij zijn, maar denk dan een beetje mee. Hoeveel krijgt hij per week? Alex zit er niet. Hey Ro, hoeveel krijgt deze hond per maand? Ja, toch wel meer dan mij. Maar hoeveel verdient hij dan per maand om dit, zeg maar, zijn werk te doen hoe hij het nu doet? 1200. Verdien jij 1200, Dagoe? Oeh, dan kan jij zeker wel luxe brokjes kopen, of niet dan? Nou oké, laten we weer even verder gaan, want we waren heel serieus bezig. Serieus? Dus nu even knopje om en... Maar er zit ergens ook een betonnen paal in, dus daar moet je oppassen dat je daar niet op slaat, want dan breek je gewoon. Ik ga ook niet meer slaan hoor. Ik ga even trappen, hou eens even kopstoot. Oh, dat is je niet. Oh, daar zat dus die betonnen paal. Oh. Tabonium, Mac. Ik had al echt verwacht dat je ergens mij zo ging laten schrikken, maar ik vond hem tegenvallen. Oh, oh, oh. Grijze lucht, regen. Ik vind het maar niks. Weet je wat ik dus echt heb? Als ik wakker word en de zon schijnt, dat zei ik laatste keer ook. Maar als ik wakker word en de zon schijnt, heb ik zoveel meer zin in de dag. Weet je, dan ben je veel vrolijker, ben ik echt helemaal veel meer energie gewoon. Niet dat ik dat nu niet heb, maar gewoon ja, als de zon schijnt is gewoon chiller. Maar goed, het regent helaas vandaag. Jammer. Kijk eens eventjes waar we zijn. Dit is toch wel echt eventjes lekker aankomen rijden hoor. Jeetje zeg. Kijk eens eventjes waar we zijn. Ja hoor, we zijn binnen bij Gio. Gio, kom eens even hier. Kijk eens jongens. Oh, het is Gio. Waarschijnlijk heeft iedereen het al aan de titel gezien. Maar Vincent moet nu mijn huis uit. Nee. Ik ga bij Gio wonen en ik krijg hier gewoon mijn eigen kamer en ik ga hier gewoon lekker een beetje flexen met jou en we gaan gewoon. Ik hoop dat ook een kamer is. Nee, nog niet. Maar dat moet je wel even doen. Let's go. Maar ja, jullie denken misschien hoe gaat het allemaal werken en zo. Nee, ik ga gewoon. We hebben niet echt een tijd afgesproken hoe lang ik hier blijf. Maar we gaan hier gewoon. Ik kom hier gewoon bij Gio wonen. En we gaan fucking vette video's maken met z'n allen. Eigenlijk de voornaamste reden waarom ik sowieso ook iemand bij mijn huis wil hebben is. Het huis is zo fucking groot. En er is gewoon makkelijk ruimte voor iemand anders. En aangezien jij ook zoveel in hetzelfde leeftijd als ik zit met, je hebt gewoon heel veel tijd. Je kan leuke dingen doen. Hoezo? Ik ben gewoon fucking druk altijd. Ik ben echt zo'n drukke bij, weet je. En dit is de kamer van Vincent. Ja, jongens en meisjes. Kijk, er staat nu nog misschien een lift. Oh ja, dat wordt echt... Ja, ik zag het. Dan komt hij toch hier? Ja. Wat dik hoor. Ja, ik vind het hard. Ik moet alleen maar kijken, want Vincent schiet mij dus de hele spraak weer op. Wat nou? Als ik precies... Met een chick in mijn bed liggen en ik kom zo met de lift naar boven. Ja, maar kijk, jouw lift zou dus zeg maar vanaf de studio hier naar boven komen. Maar ik ga dus waarschijnlijk... dit is dus zeg maar mijn kamer. En ik ga nog alles aan jullie vertellen, maar hier komt waarschijnlijk mijn bed. En toen zei ik nog tegen Gio, stel ik lig hier inderdaad een keer, weet ik veel, met een chick of zo. Want ja, dat... Dat kan. Dat kan, zeg maar. En die lift, die komt dan gewoon hier naar boven met Gio. En jij komt zo boven en zo... Wat moet die chick erover denken? Ja, ja. Maar goed, jongens en meisjes, dit is dus mijn kamer. En jullie zien het, het is echt mega. En, het is eigenlijk groter dan mijn kamer. En ja, het is groter. Maar bij jou zit er nog een badkamer, zeg maar, echt aan. En er moet nog veel gebeuren, zeg maar, hier. Mijn vader komt ook straks langs met mijn moeder en met mijn broer. En ze gaan dus kijken of hier dus nog een vloer in kan. Ook nog in een andere kamer. Ja. Dan moet er nog een bed in komen. En er kan nog zoveel dingen in. Ja, morgen gaan we bed checken. Dus er komen hele leuke dingen aan, hele leuke video's. Allemaal leuke dingen en deze hele kamer wordt ingericht. Dit is best wel lijp. Hier komt hij in een inloopkast naar boven. Dat ziet er wel echt super dik uit. Holy shit. Ja, nou, niet dat het hier kan. Dan zijn we hier. Oh ja, kijk. Even laten zien. Dit is zeg maar een soort van... Ja. Dit is eigenlijk ook gewoon een inloopkast, toch? Dit is letterlijk een inloopkast. Ja. Is niet normaal. Leuk. We gaan leuke dingen maken, jongen.
Kijk eens eventjes hoe mooi. Een lekker tuintje en straks in de zomer zonnetje, jacuzzi daar, alles lekker. En wat Gio ook al zei, hij wilde heel graag dat er iemand bij hem kan wonen. Ook omdat het, zeg maar, het is best wel een groot huis zoals jullie zien. En het zou ook heel stom zijn als je hier in je eentje woont. Dat is ook niet heel gezellig. En toen had hij aan mij gevraagd van, joh, wil jij bij mij komen wonen? Vind je het leuk? En dat vond ik natuurlijk hartstikke leuk, want ik wilde al een tijdje uit huis, maar ik wist even niet, zeg maar, waar ik dan heen. Zo, ik word helemaal gespamd, hé. Dus hier gaan wij echt een hele leuke tijd beleven en super veel vette content maken. Dus ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, dan moet je dat zeker eventjes doen, want er komen hele vette leuke dingen aan. Dus doe maar even abonneren. Volgens mij zijn mijn ouders er. Hey! Kom binnen. Welkom in mijn nieuwe huis. Jouw nieuwe huis. Dit is mijn nieuwe huis. Nou, gefeliciteerd, schat. Goed gedaan. Goed, hè? Lekker, hoor. Wat vind je ervan, man? Veel te mooi voor twee kleine jongens. Wat zeg? Oh. Wat? Ik vind het veel te mooi voor twee kleine jongetjes. Ja, we zijn wel echt twee kleine jongetjes. Weet je hoe groot wij zijn? Wij zijn sterk en groot. Kijk eens. Mijn ouders die komen eventjes gezellig kijken naar het huis. En mijn vader gaat straks ook eventjes in mijn kamer een paar dingetjes opmeten. Voor bijvoorbeeld een vloer en voor andere vette dingen. Want mijn vader doet aan kantoorinrichting. En zeg maar kantoorinterieur. Dus die kan er waarschijnlijk wel wat vets mee maken. Dus we gaan zo, daarom komen ze eventjes kijken. Ja. Gezellig. Oh, zo gaaf. Oh, joh. Ja, dat zou ik nooit doen. Ja. Nou, dit is dus mijn kamer. Wat vinden we ervan? Ja, dit is mannetje voor je. Heel mooi. Ja, mooi, hè? Ja. Heb jij, vroeg me af, heb je wel een kussen of zo mee? Nee, ik sla met die, op die gang. Weet je, ik heb niet zoveel nodig, hè? Ik ben heel normaal gebleven. Ja. Ja, ik ben heel normaal gebleven. Mijn vader is bovenal even alle maten aan het opmeten. En ik ga eventjes een thumbnailtje maken voor Gio, aangezien hij het niet zelf kan. En altijd alles uit handen moet geven aan andere mensen. Nee, ik ga even een thumbnailtje in elkaar schudden, in elkaar flansen. Ja, de snifferpoes. Als ik hier straks bij Gio ga wonen, ik ga er nu nog niet in. Ik denk rond eind maart, begin april ga ik erin. Maar dan moeten we gewoon zelf gaan koken en al dat gedoe. Dus we gaan nu eventjes boodschappen doen. En ik zei, laten we gewoon eventjes met het kanon gaan. A few moments later. Hoe voelt het nou om boodschappen te doen? Bro, ben je dit gewend van mij? Echt een huismannetje. Echt, wij hebben eventjes boodschappen gedaan. We hebben even lekker broodjes gehaald. En we gaan vanavond hamburgers eten. Dus lekker basisspulletjes mee. Een beetje een ontbijtje van morgen. Weet je wat nou het leuke is? Nou? Mijn ma die heeft waarschijnlijk allemaal eten meegenomen. Omdat zij wilde gaan koken hier vanavond. Dus dan hebben we de ketchup en zo allemaal voor saus meegenomen. Ja, ja. Je mag toen maar jasje bellen. Snap je hem? Snap je ook? Ja, ik snap het. Maar ik vond hem zeg maar zo niet grappig dat ik zeg maar niet helemaal stuk ging. Maar, ja. Hey. We hebben eten. Nee, trots op nu. Zo, heb je boodschappen gedaan? Ja. Nou. Ja. Oké, wij gaan dus vanavond hamburgers eten. Dus even kijken, 4 broodjes hamburg. Maar moeten we het even lezen hoe we, zeg maar... Ja, bro, ik heb geen idee hoe je hamburgers maakt. Nee, ja, daarom dacht ik het is wel even chill om gewoon heel even te checken. 4... Bro, ik dacht even serieus alles. 4... Dat was een grapje, hoor. Ik weet natuurlijk ook gewoon hoe je een hamburger maakt. Weet je niet? Waarschijnlijk. Ja, aangezien Gio en ik nog niet heel goed kunnen koken en nog geen idee hebben wat we doen. Gio heeft sowieso... Dit heb jij gesneden, toch? Dit? Ja, bro, je ziet het. Je ziet het. Heb je dat uit het boek? Nee, bro, dat doe ik uit mijn hoofd. Oh, oké. Maar Mel die gaat even voor ons hamburgers bakken, omdat anders dan... Mel, dit gaat fout. Nee, kijk. Oh ja, gaat het fout? Weet je wat hij deed? Nou. Stop. Ja, kijk uit hè, meneer Latoy. Zo, kijk eens even. Mm. Zie je, ik kan wel koken, Mel. Goed, Ben. Ik kan het wel. Wat? Ja, ik stond zo in de keuken, ik hoor zo die muziek. En ik zie jou zo zitten zo bij die open haard. Ik zit heerlijk te genieten hier.
Ja, lekker maat. Ik snap dat wel. Oh, je zit hier wel echt lekker hoor. Zo lekker bij het vuur. En ik zei net ook al tegen Gio dat meestal in zijn oude appartement ga je niet zo snel even op de grond zitten. Omdat, ja, dat weet niet. Dat was daar gewoon niet chill. Maar nu heb je een lekker kleedje hier. De poes ligt hier. Zo, wij gaan lekker slapen. En ik moet het vanavond met de bedbank doen. Ook heel nice. Maar binnenkort, nou ja, binnenkort, waarschijnlijk eind maart, begin april, komt hier mijn eigen bed te staan. Vloertje erin, darmen setup, allemaal leuke dingen komen er. Maar vanavond ga ik lekker op deze bank slapen. Ook helemaal chill. Maar goed, vond je dit nou een leuke video? Geef dan even een blauw duimpje. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later.